Als ik nu de Hangman krijg, dan stop ik voor altijd met vesmofobia. Wat waren die voetstappen, ouwe? Stof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Vandaag ben ik terug in Phasmophobia. En vorige video hebben we level 450 gehaald. Dus ik ga een speciale challenge doen. En welke challenge dat nou is, dat mogen jullie beslissen. Laat een leuke challenge weten in de comments. En degene met de meeste likes zal ik gaan doen in de volgende of een van de volgende video's. En één ding waar we het allemaal wel mee eens kunnen zijn, is dat na het drama van de laatste video, dat de game op het Nederlands stond, dat ik in het Nederlands tegen de ghost moet praten, we even toe zijn aan gewoon weer een lekker casual potje Phasmophobia. We spelen vandaag tegen Gregory Hunt... Gregory? Zo, dat kwam er heel goed uit. Gregory Huntley. We zijn op Tanglewood, want ja, weet je, niks is zo nostalgisch als Tanglewood, weet je. Gewoon de eerste map. Nee, het is niet de eerste map, maar gewoon de map waar iedereen begint, denk ik. Trouwens, voor mij ben ik niet in Tanglewood begonnen, zit ik nu over na te denken. Voor mij ben ik met Koen en Dante, toen deden we gelijk maps zoals School. Voor mij is mijn eerste potje in School. Ja, volgens mij wel. In ieder geval mijn eerste Phasmophobia video is in School. En nu scheid ik hem School te doen. Hoe de tijden kunnen veranderen, jongens. Het is echt bizar. Betekent dat dan dat ik banger ben geworden de laatste tijd? I don't know. Of was ik... Ja, ik weet het niet. Waarom deed ik daar toen gelijk School? Wie had dat verzonnen überhaupt? Goed, laten we in ieder geval de cursed item vinden. Geen musicbox. Oeh, dat is goed, dat is goed. Geen hand het meer, hoor. Oh, wat hebben we dan? Geen tarot cards? Geen... Wel tarot cards. Ai, tarot cards is wel leuk, hoor. Tarot cards vind ik echt leuk om te doen. Dat gaan we wel even, doen. Dus niet nu gelijk. Of ja, zullen we gelijk tarot cards doen? Oh, we hebben ook al de bone. Oké, misschien kunnen we wel gelijk tarot cards doen. Ja, maar is dat... Kijk, stel je zit niet in de ghost room. Is dat dan heel efficiënt? De breaker zit niet in de garage. Kelder. Voor mij ben ik een beetje verward of zo. Ik ben wel moe. Dat is geen goed teken. Hier, kijk eens, de breaker staat aan. Zullen we gewoon gelijk tarot cards doen? Wil je YOLO? Wat maakt het uit, joh? Als ik nu de Hangman krijg, dan stop ik voor altijd met Phasmophobia. Oh my... Maar... Wat? Nee, hoe kan dit? Hoe? Ik heb volgens mij... Dit is misschien mijn tweede keer Hangman ooit of zo. Ik heb nog nooit dat ik me... Tussen de laatste keer Hangman kan ik niet eens meer herinneren. Het was ook een demon. Oh, ik stop... Ja, ik wil niet stoppen met Phasmophobia. Ik weet gewoon oprecht niet wat ik moet. Ik weet... Huh? Wat is dit? Ik ben al mijn spullen al kwijt. Dit is zo raar. Ik heb even een hele mindfuck gehad. Dit is niet hoe ik had verwacht dat het zou gaan. Ik zit al mijn geld er weer doorheen te jassen. Want we hebben wel nieuwe spullen nodig natuurlijk. Maar dit is niet hoe ik echt had verwacht dat het potje gegaan zou zijn, zeg maar. I mean, ik wil niet stoppen met Phasmophobia. Ik ben, ja, dit is, ik vind het heel apart. Ik vind het, we gaan nog een keer Tanglewood. Ik wil mijn revenge. Hoe, kan dit? Hoe kan dit? Hoezo? Hoezo? Wat is dit voor onzin? Oké, goed. Nou ja, je kan zien dat ik dit niet helemaal zag aankomen. Ik zat weer met mijn te grote mond dingen te zeggen al. Zonder na te denken. Dit is wat er gebeurt als je niet nadenkt voordat je iets zegt. Dat is echt... Denk na voordat je iets zegt. Want ja, het is werkelijk waar onzin. Goed, we beginnen gewoon opnieuw. Welkom bij de video. Emily Cordero. Ik hoop dat je het zo uitspreekt. We moeten escapen. We moeten een ghost event meemaken. En we moeten zorgen dat de crucifix hun werk is. Alsjeblieft, niet nog een keer tarot cards. Als ik nu weer tarot card krijg, gaan we dan weer YOLO? I mean, het kan. We kunnen het gewoon proberen. Laten we eerst maar kijken of we tarot cards hebben überhaupt. Of dat we deze Sting music box hebben. Geen music box. Oei. Jongens, alles wat ik niet zie betekent dat het... Oh nee. Hebben we tarot cards? Nee, we hebben geen tarot cards. Als we nu tarot cards hadden gehad, dan was het te toevallig geweest. Dan had deze game gewoon gewild dat ik zou stoppen. En dat snap ik, hoor. Ik snap als game dat je dat zou willen. Wel weer de bone gelijk en de voodoodon. Ik moet wel het bot oppakken natuurlijk. Dat is anders gaan we nog steeds niet voor de stonks. Gaan we even de breaker aanzetten. Laten we nu dan deze ghost maar gaan kleppen. Hoe hard ik net zeg maar geklept ben, zo hard gaan we deze ghost nu kleppen. Dit is echt... Dit is insane. Ik ben nog steeds gewoon spraakloos. Spraakloos? Hoe we... Spraakloos? Ik weet niet. Ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. Nou, daar staan we dan in de bus. Het is heel stil in deze game. Ik weet niet waarom ik geen achtergrondgeluiden hoor. Maar we nemen wel gewoon even... Ik hoorde wel mijn telefoon. Ik neem wel ghostwriting mee of zo. Goed verhaal, game. Oh, dat hoor ik. Spook in de badkamer. Confirmed. Poggers. Hype.
Gezellig. Mag ik joinen? Ja. Dirty water, jongens. De OG Dirty Water. Het is hier alleen niet heel... Oké, het is hier wel koud. Wacht, er zit hier... Ik moet snel een fotocam hebben. Wat hebben we? Interaction, oké. Ja, hier zal ik wel geen interaction foto meer voor krijgen. En Dirty Water is niks waard. Dus dat maakt niet uit. IMF2 zag ik nog heel kort even. Oké, die leggen we wel hier neer. Nou, laten we alles maar gewoon snel pakken dan. Oh, we moeten snel zijn. We moeten deze ghost kleppen. Dat was ik alweer vergeten. Mijn geheugen is 10 seconden. En daarna niks meer. Weet je wat dat dus ook zomaar echt bewijst? Dat mijn geheugen echt heel, heel verschrikkelijk is. Is op Snapchat heb je dus zodat je berichten weggaan als je het gelezen hebt. En dan heb ik soms wel eens... Of dat je zeg maar zo'n foto stuurt. Kijk, ik zit niet de hele dag op Snapchat. Dus het varieert hoe vaak ik erop kijk. En hoe lang geleden dan een bericht gestuurd is. Soms dan krijg ik een antwoord van iemand en dan open ik dat en dan heb ik geen idee waar het überhaupt over ging. En dan denk ik van, kak, ik moet hier weer op antwoorden, maar waar ging het over? Goed verhaal. Ik word oud, jongens. Ik word oud. Ik heb ook een Facebookpagina. Volg mij op Facebook, jongens. KippieLDV, dat is toch wat je wil? Als je gewoon... Ik wil geen YouTuber worden, ik wil Facebooker worden. Welke deur hoorde ik daar? Ik wil Facebook. Facebooker? Je kan geld verdienen met Facebook volgens mij. Voor mij is dat serieus een ding. Dat is toch gewoon een ding. Dan kan je gewoon aan je opa en oma vertellen. Yo, ik ben Facebooker. Hoef je niet uit te leggen wat YouTube is. Hoef je niet uit te leggen wat TikTok is. Zeg gewoon, jullie kennen vast wel Facebook. Wat je eigenlijk alleen maar gebruikt voor je spelletjes. Ik ben een Facebooker. En heb je zo'n Facebook live. Je kan live op Facebook. En dat is leuk. Ik heb het al helemaal uitgedacht, jongens. Als YouTube het nou niet wordt. Ik heb gewoon alvast mijn backupplan. Facebook. Op een tip van iemand heb ik dat aangemaakt. En ik kan je zeggen, ik heb die pagina nog maar een halve dag. Maar het heeft mijn leven nu al serieus positief verbeterd. Cam, ik moet wel... Oh, voor mij zag ik dots. Ja, ik zie dat wel als dots. Wat zou er anders namelijk de hele kamer doorheen vliegen, zeg? Dat is gewoon dots. Of was het mijn zaklamp die... Ja, ik begin altijd te twijfelen aan mezelf. Dat is niet goed, hè? Voor mij... Ja, ik wil hier even nog een keer door dots heen gaan, spook. Dan weet ik het zeker. Vrees ik dat dat zo niet werkt als ik het lief vraag. Ik ga niet smeken. Ik ga niet smeken voor Emily. We kennen haar pas net. Dat zou raar zijn. Emily, alsjeblieft, loop door dots heen. De deur gaat open. Niet helemaal wat ik vroeg, maar... Oh, de deur gaat nog verder. Oh, is dat een welkom? Oké, we gaan naar binnen. Let's go. Dat is een welkomsding. Neem de fingerprints mee. Of de fingerprints, de UV-light. Ik moet dat ook nog steeds een keer serieus gaan leren. Dat ik in plaats van temperature thermometer moet gaan zeggen. In plaats van fingerprints, UV. Want het slaat nergens op. Ja, dat is natuurlijk van de deur. Goed, we gaan wel spearboxen, oké? Where are you? Are you close? Are you friendly? Do you want to hurt us? Oh, is het niks. Shall we leave? Het moet wel spearbox zijn, jongens. Ik heb al zo lang geen spearbox gehad. Hoeveel IMF is dat? IMF 3? Wat doe je überhaupt? Ik heb je letterlijk nergens aan zien zitten. Wat? Ja, UV light. Geen maar in de dirty water. Oh, wacht. Kan ik het niet meer? Ik moet dots trouwens kijken. Kijk of ze door dots heen loopt. En orbs. Orbs kunnen het ook zijn. Ja, dots. 100% dots. Oké, dat is goed. Dan kan ik deze weg doen. Dan kunnen we eventjes kijken of we orbs zien. Hoe... Dit is zo'n... Ja, orbs. Kijk eens. Pro-move. Ghostwriting. Is het het taaien? Welke is dat? Oh, stop alles tegelijkertijd. Dat kan ik niet handelen. Ghostwriting. Het is de taaien. Oh, dus die is nu heel erg actief. En later wordt hij minder actief. Ja, oké. Nee, dat klopt. Wat heb je opgeschreven? Laat eens zien. Ik kan het niet heel goed lezen. Wacht, als ik nou zo doe, dan kan ik het niet veel beter lezen. Kak. Ik wil gewoon lezen wat erin staat. Oh, zo kan het. I've been here for so long now. Oh nee, I've been here so long now. It hurts. So please help me. I need, denk ik. En dan is het gewoon niks meer. Spoken zijn echt raar, man. En wel, het ziet er wel mooier uit dan mijn handtekening. Letterlijk, jongens. Mijn handtekening... Jij zit met allemaal dingen te gooien, hè? Voor mij... Maar dan zit hij door de muur te doen, trouwens. Oh, dat is een kraam. Nee, kijk. Mijn handtekening is echt werkelijk waar zo lelijk. Mijn handschrift is überhaupt niet echt de allermooiste. Maar dat terzijde. Mijn handtekening is helemaal erger. Want het is letterlijk... Ja, ik kan het niet uitleggen, want ik kan het niet voor me zien. Maar laten we zeggen, mijn handtekening staat niet mooi op mijn diploma. Dat is echt... Het is maar goed dat je dat niet kan zien. Ik moet wel nog even snel die crucifixes gaan neerleggen. Voor de crucifix objective. En we moeten een ghost event nog meemaken. Terwijl, dat is lastig, want het is de taaien. Dus die wordt alleen maar minder actief. Dus een hunt en een event wordt dan juist alleen maar lastiger. Dat is niet echt de makkelijkste spook om deze objectives te hebben. Maar die gooit wel nog steeds veel. Are you here? Wacht, hoe heet je? Emily Cordero. Show yourself. Give us a sign. Gaat niet werken. We gaan de voedoedol pakken. Dat is weer de deur waar je aan zit. Oké, ik ga de voedoedol pakken. Maar wat nou escapen... Ja, oké. Het blijft wel heel veel aan die deur zitten. We gaan hem gewoon escapen. En ik hoop een taaie. Ik weet niet hoe snel die is. Of die snel is. We kunnen niet hier verstoppen. Kak. Waar kunnen we dan wel verstoppen? Dat is een hele goede vraag. Hallo, hiding spots. Bestaan jullie überhaupt? Oh,
We moeten hier helemaal de kelder... Oké, we moeten de kelder in rennen. Nou, ik hoop dat mijn benen dat volhouden en dat de spook niet sneller is. Betwijfel ik wel ten zeerste. Zeker als het een cursed hunt is. Geen duration. Moet ik een... We gaan wel even smudge stick pakken voor de zekerheid. I don't know. Het voelt gewoon... Ja, niet helemaal lekker. Als ik dat hele stukje moet gaan sprinten en de ghost zit achter me aan. Nah, I'm good. Ik neem wel voor de zekerheid smudge stick en een lucifer. Niet lucifer, maar een aansteker neem ik mee. Goed. Oké, deze droppen we hier. Die kunnen we onderweg pakken. Als ik niet de trillende handen heb en niet kan mikken. Oké. Ja, doe eventjes iets van een event of zo. Ik heb al zoveel gedrukt. Hoeveel meer wil je nog? Ik ben nu echt bang. Nee, nu durf ik echt niet meer. Hoezo doe je me dit aan? Nee, hoeveel pins zijn er nog? Voor mij echt niet veel meer hoor. Oh my kak, ouwe. Ja, dan gaat het fout. Waarom kwam ze zo dichtbij? We hebben de ghost gescaped van een hunt. I mean, wat waren die voetstappen, ouwe? For real. Die voetstappen waren legit heel eng. Ik weet niet of dat aan mij ligt, maar dit spook mokertje eng. Ik check even mijn sanity. Ik denk dat we nog een crucifix of nog een smutje dik gaan pakken. Ik wil op zich nog wel binnenstaan om te kijken of we nog een event of een hunt kunnen we doen. Maar dat de crucifix het tegenhouden. Eventjes die objective. Man. Dit zijn de twee raarste potjes. Ik heb die voetstap sound nog nooit gehoord. Gratsidari. Niet lekker. Goed, spook. Daar zijn we weer. Show yourself. Ik ga wel met het licht uit hier staan. Is dat niet eens fijn voor je spook? Wacht, je zit nog wel hier trouwens, hè? Nou, het is hier behoorlijk warm. Hè? Waar zit je dan? Ben je hiernaast gaan zitten? Nee, hier is... Welke deur? Welke deur durf je aan te zitten? Oh, we hebben een crucifix burn. Oké, goed. I'm out. You laters. De event kan aan mijn reet roesten. Maakt me niet uit. Ik hoef geen event mee te maken van dit spook. Ik heb er al gezien en dat vond ik eventjes genoeg. Oké, nou. Jij bent... Wat ben je eigenlijk? Je bent de taaien. Dat wist ik. Dag taaien. Tot hopelijk nooit meer ziens. Nou, taaien nog wel. Maar niet deze Emily Cordero. Die is een beetje eng. Weet je wat ook enger is? Gregory Huntley. Als je die naam tegenkomt en je hebt tarot cards... Gewoon niet aan beginnen. Niet aan beginnen. Jongens, ik heb gelogen. Ik zal niet stoppen met Vespophobia. I mean... Dat kan toch niet? Dat kan niet. Misschien wil het spel zelf wel, maar ik ben er nog niet klaar mee. Zijn jullie er nou ook nog niet klaar mee? Vergeet zeker niet de blauwe duimpje omhoog te doen. Abonneer mijn kanaal beneden en hopelijk zie ik je alweer bij de volgende video. Joejoe!